Leijten, het Schatje Voorzitter in Eindhoven. En links dan 132 ondertekenaars van de motie voor respect en waakzaamheid. Zondag zat ik thuis, dus daar kom ik graag te branden met de verdieping en nieuws over de missie naar Afghanistan. Ik zat me net af te vragen of ik vind dat heel veel weten zou worden dat ik mijn eigen beleefde mening ook nog steeds uit te zamen. Toen ik een mail heb gekregen van een meneer die duidelijk een andere mening is toegedaan dan ik, en dat ik onomwonden taal en de heren, heb ik besloten de motie van respect mee te dienen. Want mensen, dat is wat mij betreft. Ik ben hier niet om aan iemand zijde te scheren. Het is niet voor de kans van de fractie. Het is niet voor de kans van de tegenstanders. Ik sta hier niet om een voor- of tegenmotie te bepleiten. Ik ben hier om partij te kiezen. Partij voor GroenLinks. Een partij waar een discussie mag zijn. Waar er ruimte is voor meningsverschillen en we niet schuw zijn voor een open debat. Een partij waar we respect hebben voor elkaar en voor iedere verantwoordelijkheid. Een partij die wil werken aan de toekomst. Voor Nederland en voor Afghanistan. Vandaag willen wij respect uitspreken. Naar elkaar, naar de Tweede Kamerfractie, omdat we willen kiezen voor die toekomst. En als partij de schouders voor willen zetten. De fractie vindt dat overbodig deze bijeenkomst. De 132 ondertekenaars van deze motie denken aan andersom. Dank u wel.